Yo mensen, Martijn hier, welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival episode. Ik had gezegd ik ga het livestreamen. Ik heb het toch bedacht. En het ene is, ik livestream de laatste tijd niet zo vaak. En de reden heb ik uitgelegd in de laatste keer Call of Duty dat ik op mijn kanaal upload. Ik weet niet wat het was. Ik weet wel dat ik het uitgelegd heb. En ik heb keiharde framerate en waarom weet ik niet. Het is gewoon zo, 60 FPS. Dat is gewoon keiharde framerate in Minecraft voor mij. Want normaal speel ik altijd neem ik op met iets van 80, 100. En normaal speel ik gewoon met 150. Dus ja, er is sowieso iets aan de hand. En dat zou wel kunnen kloppen, ja, eigenlijk. Maar ik weet niet precies zeker, maar we gaan hier even een kijkje nemen. Just checking if everything is cool. Want dit wordt zo meteen het volgende gedeelte waar ik ga upgraden, zeg maar. En daarna komt die berg met die gang wat ik de laatste keer had laten zien. En ik had trouwens nou ook de server toe geüpload. Van mijn nieuwe server. En het is niet cool hier. Hier is een zombie. En ik dacht ik een slime worden, maar dat klopt niet. Hier kwam een zombie vandaan namelijk. Wat niet klopt, want die kan zich geen zombie spawnen. Oké. Nou, in ieder geval 100% zeker niet meer. Maar ik dacht, ik ga even wat meer Minecraft op mijn kanaal doen. En sowieso, ik livestream de laatste tijd niet vaak. Dus ik kan geen dingen zoals dat beloven. En ja, ik neem op mijn Turtle Beach. Dus misschien is het daarom fucked up. Ik weet het niet. Wat ik ermee zeg, ik had Minecraft, god. Ik had Tomb Raider Underworld opgenomen. En ik kwam erachter dat mijn audio fucked up is. Niet zo fucked up als Syndicate met zijn hunting optic dingest. Want dat was helemaal verkrekt. Maar hier was gewoon een beetje ruis in de achtergrond. Mijn stem niet al te helder. En dat was hier een tweedehands geluidskaart. Dus ja, ik gebruik weer de onboard. Desnoods gebruik ik mijn surf PC. Dat is gebaseerd op een Intel Pentium G860, als het goed is in mijn hoofd. Daar heb ik trouwens ook een idee voor. Want ik heb een redelijk modern moederbord. Of het is 115 LGA 115 is het socket. En dat is omdat ik sowieso als mijn kanaal wat beter begint te lopen. Dan kan ik ook gaan investeren in i7 3370K. En dat is dan de duurste i7 die ik krijg voor de LGA 1155. En dan stop ik een moderne videokaart erin. En ja, dat zou ik doen als mijn kanaal echt groeit. En dan bedoel ik ook echt hard, hè. Dus dan gewoon binnen een jaar gewoon iets van 5000 abonnees of zo. Maar ja, weet je, mijn kanaal groeit gewoon niet zo hard. En ik weet niet wat het is, maar het groeit gewoon niet hard. Maar ik ga deze episode... ik ga gewoon wat vaak Minecraft kanaal doen. Ik ga het niet al te lang doen, maar ik ga het gewoon vaker doen. Want ik weet het niet. Ik heb zo zitten te denken onderweg en wat mensen in de Nederlandse community kijken wel graag Minecraft. En dan bedoel ik Minecraft Kingdom en dat soort dingen. En ik upload niet echt veel Minecraft. Ik upload van alles wat. En daar gaat het denk ik fout. En daarom hebben Let's Plays ook bijna daarom nooit zoveel views. Of ze hebben wel views omdat het YouTube wat groter is, maar dat is een van de redenen. En je ziet ook dat de Gauss scale large staat. Ik weet het niet, volgens mij is het wat prettiger om zo naar te kijken als kijken. Hoop ik. En ik weet niet waar ik de laatste keer gebleven was en hier moet het niet. Ik neem de kwaliteit is ook een stuk bij dan ik neem op met fraps. Zelf folder als exploit, weet je, en zo mijn C schijf, dus als mijn SSD, dus dat is ook wel fucked up, want dat is niet heel veel gigvrij en Fraps neemt op in grote hoeveelheden gigabytes. Dus daarom hou ik de episodes kort. En waarom ik mijn surf PC wil upgraden is gewoon, hij is cooler. De moederbord idelt cooler dan de computer die ik nu gebruik. En al zeker als je gaat renderen wordt hij niet veel warmer. Dat gok ik iets van 50 graden. Deze wordt 70 graden of warmer en loopt hij vast. Dus dan ja. Maakt niet uit wat voor koeler je erop zet. Misschien waterkoeling dat hij iets kouder is. Want de hit is gelijk kwijt. Dacht ik wel, geloof ik.
Maar goed, dan gaan we eens even wat doen tijdens deze episode. Of nou ja, we introduceren gewoon even wat meer Minecraft op mijn kanaal. Had ik dat als titel zeg, gewoon introductie meer Minecraft op mijn kanaal. Sowieso ook van server livestreams en dat soort dingen. En daar is ook een beetje aan te denken. Gewoon wat minder let's plays, wat meer echte kwaliteit. Nee, gewoon wat meer Minecraft. En gaan we deze iron shovel voor gebruiken. Ik dacht gewoon deze episode alvast wat van die bricks te maken. Dit een beetje... gewoon een beetje dit laten zien wat ik normaal een beetje overdag doe als ik Minecraft speel. Dan doe ik dat even dicht, want voorlopig komen er zombies doorheen. En ik weet niet precies hoe ver ik moet doorgaan. En dat is nou het punt waarom ik eigenlijk zat te denken, ik moet het livestreamen. Want jullie zijn de kijkers. En jullie moeten kijken ernaar. Dus jullie moeten... Oh ja, dit gaat niet goed hè. Nu staat nog perfect. Jullie moeten de hele tijd er tegenaan kijken. Ik weet ook al, het is mijn wereld. Maar ik vind ook dat kijkers gewoon recht hebben van te zeggen. Dit is lelijk, niet doen. Gewoon niet doen. En gewoon een eigen mening kunnen hebben. En gewoon, ja. Gewoon, ja. Meedoen zeg maar. In principe een soort van. En ik geloof dat hier ergens iets met een torch komt. En als het zo meteen op valt en het is weg, dan weet ik het ook niet. Nou, oh, ik kan het vanaf hier raken. Oké. Okay. Nou, zo die pumpkins heb ik toch niet nodig, joh. Fuck that. Oké, okay, dan gaan we hier verder met de shovel. Ik dacht, het is wel een aardig onderwerp om over computers te praten. Want als het over computers aankomt, heb ik altijd wel te lullen. En dus ook al nou al nu te denken in één keer, hé, dan kijk ik net zo goed de computer gewoon ondertussen tijdens Minecraft over computers hebben. Maar ja, aangezien Minecraft in principe niet voor de 20 plus mensen wordt gekeken, denk ik ook niet dat het echt handig is. Maar ik weet het gewoon echt niet, weet je. Dus laat gewoon weten in de comments. Wat jullie willen horen eigenlijk. Want ik ken gewoon echt slap gaan ouwe hoeren over CPU's, RAM, geheugen. En weet ik het wat. Wat belangrijk is voor een snel computer en zo. En dat is onder andere toch wel RAM, CPU. Harde schijf is sowieso echt ook heel van belang. Want als je alles snel hebt en je hebt een slechte harde schijf dan. Goedkoop, slecht. Dan denk ik niet dat jij gebruik maakt van al die snelheid die je CPU kan leveren. Om het zo maar even te zeggen. Maar dat is gewoon een beetje, ja, gewoon wat te vertellen tijdens nu. Ik mis er een, jongen. Waarom mis ik wat? Ik mis een zaadje. Oh, wacht, kunnen we zo even oplossen. Oké. Ik kan ze ook gewoon naar die kist halen, maar ik plant gewoon even neer. En die farm wil ik even weghalen, die pumpkin. Want die pumpkins nemen gewoon ruimte in. En ik bedoel, die farm kan ik veel beter gebruiken en zo. En ik kan gewoon veel beter andere dingen dan neerzetten. Ik weet niet hoe ver ik kan doorgaan, want ik zit al helemaal op het randje, denk ik, ergens. Oh, ik kan nog wel even door. Ah, maar hier moet je toch echt stoppen. Ga terug voor ik creeper tegenkomt en de boel opblaast. Nou, laten we dat maar niet doen. Dat is de manier hoe ik dit vanavond krijg. Oké, laten we eens even verder gaan met Minecraft. Ik zat er gewoon aan te denken om hier gewoon iets van een grote hal te maken of zo. Een hal, ja, weet je, trouwens. Als ik dit gewoon even weghaal, dan hoef ik aan de zijkant niet heel veel meer weg te halen. Tot ik wat verder ben met dit. Tot ik al een beetje bezig ben van, oh, dat kan eigenlijk ook wel, weet je. Want je kan nou alles in één keer aanpakken, maar... Dan kom ik toch wel, oh, nou, dat heb ik misschien toch niet nodig, weet je. Gewoon, eerst maar eens even een deel doen. En dan zien we nou wel wat we nog meer moeten doen. Want je kan nou zeggen in één keer alles. Maar misschien moet je dan dat wel weer dichtgooien. En dan gewoon wat torches neerzetten. Omdat het eigenlijk helemaal voor niks is. En dan heb ik sowieso weer gewoon een episode gevuld met onzin. Dus dat is een beetje wat, ja. Waar ik eigenlijk... nu moet doen. Maar ik maak dit even af, dit randje. En dan ga ik sowieso even... Oh, hey.
dichtmaken voor een creepy naar beneden komt en dan doet, dan is het niet goed. Not very good. Maar goed is het Engels. Nah, best Engels. Best English, I can speak. Nah, ik ken het veel beter. Ik kan me in ieder geval gewoon verstaan wat maken, zeg maar. In Tsjechië kan ik zeggen dat ik postzegels wil, dat ik andere kaarten wil. En dan krijg ik dat gewoon. Als ik zeg ik wil, weet ik het wat. Als ik gewoon zeg ik wil gewoon wat drinken of zo, dan kan ik dat ook gewoon zeggen. En dat heb ik ook echt gedaan. Ik ben in derde namelijk, derde, vierde, ik weet niet welk, ja het was, twee mbo, ben ik naar Tsjechië geweest. Hoe heet dat ook weer, daar hebben ze een naam voor dat je er ergens naartoe gaat. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. In de zin maak ik ook echt geen ene meter, want ik weet toch dat ik het nooit meer ga doen. Naar Tsjechië, onder andere. Oh, moet je je mobiel even in stopcontact inpluggen, via zo'n, verlengsnoer. Dat ding wordt gewoon teringheid. Want ja. En hij laat wel lekker snel op, maar hij wordt wel heet. Alles wordt heet, hè? Dus je oplader en je mobiel wordt heet. Want ja, het levert even meer spanning dat zoekcontact daar. Dus als je snel wil opladen, dan moet je daar wezen, maar goed. Oké. Het is zo interessant om nou te vertellen dat ik daarheen ben geweest. Dacht ik ook, hè. Dit even. Ja. Oké, die kan ook dicht. Ik blijf voorlopig gewoon even open. Maar ik zat wel gewoon te denken aan hier trap. Maar dan moet mijn huisje wel even meer tikkend op uitgebreid worden. Ja. Een zombie apocalypse. Ik zie maar, hoeveel zombies. Zijn daar gespand, want daar staat hij. Dan neem ik aan dat het daar gespand is, maar het wordt alweer dag. Ik had een aanvul laatste episode gemaakt. En ik zou ook even wat stone bricks maken. Ik zal hier ook even dit dichtgooien. Even kijken wat hier zit. Nog meer eindguts. Oh, geloof ik. Oh, god. Ik heb nou de hele tijd al die klote zombies. Oh, dat is zo fucking irritant. Al die zombies. Oh. Doe, jongen. Ah! Hoe komen die binnen? Oh. Zo dus, dat je klootzakken. Fuck off. Hoe zijn zombies zo slim om dat te kunnen bedenken? Dat is echt wel waar ik een vraagteken neerzet. Waarom zijn de zombies in Minecraft zo slim om dat te bedenken? Ja, en nou heb je ook hier die zombies. Fuck off! Waar komen ze nou de hele tijd vandaan? Oh, wacht, nou weet ik al waar ze. Daar komen. Even die spullen hier verzamelen. Nog steeds hier. Ja, er zal vast nog wel een plekje wezen of meerdere plekjes omdat het nog niet goed genoeg verlicht is. Of je moet andere soort stenen aanbrengen ofzo. Ik weet het echt niet. En die rotte flesje zo irritant als wat. Ik wil gewoon dat ze dat uit Minecraft halen. En er is trouwens een nieuwe update van SimCity komt eraan. En dat is iets van dat je de wegen kan ophogen en omlaag kan maken. Oh ja, dus tunnels kan maken, je kan bruggen maken. En dit dacht ik bij mezelf aan. Leuk en aardig. Maar dat te lang, godverdomme, in het spel moeten zitten. En dat dacht gewoon echt serieus. En daar heb ik ook gelijk maar even op dat, die video neergezet van wanneer komen de grotere maps eraan. Dus. Want dat is ook sowieso een van de punten waar ik me erger. En ja. Dan vind ik ook wel dat ze dat mogen gaan doen hoor. Want ja, het is wel SimCity, weet je. SimCity, daar heb je altijd hartstikke veel ruimte gehad om een stad te bouwen. Nou, hier in deze SimCity is dat gewoon echt, valt het gewoon tegen hoeveel ruimte je hebt. En daar zou ik me wel kwaad kunnen maken, want ik heb wel gewoon 50 of 60 euro voor dat spel neergelegd. En dat heb ik in principe wel mijn kanaal gemaakt waar het vandaag de dag is. En ik heb er geen spijt van dat ik het gekocht heb, maar ik heb wel zitten denken van, ik had net goed kunnen wachten en het via The Pirate Bay kunnen doen. Maar ja. Er zijn zoveel andere kanalen op in de Nederlandse YouTube community, niet eens Nederlands, maar die het wel gewoon, ja, gewoon lekker, ook gewoon SimCity doen. En ik dacht gewoon dat ik het kocht, gewoon origineel te wezen. Hè? Dus ik, maar ja, het is natuurlijk, iedereen hoort dan, hey, SimCity komt eraan, stadbouwen, ja, cool. Terwijl ze vroeger nog nooit van SimCity hebben gehoord. Of misschien ooit een keer gespeeld hebben, maar het saai vonden.
Dus ja, daar zet ik ook nog een vraagtekens neer. In ieder geval, ik dacht, toen ik hoorde dat het aangekondigd was, toen was het echt zo van, kom, nieuwe SimCity. En ik heb SimCity 4, SimCity 4 Deluxe gespeeld. En ja, dat vond ik echt een leuk spel. En ik heb ook de wat oudere gespeeld, maar dat vond ik niet zo leuk. Even kijken, hier moet ik niet, toch? Ja. Ja, dus ik ga alweer een tijdje mee in de SimCity wereld, maar goed. Niet naar beneden vallen. Waar is die kist met stone? Want ik moet even meer van die bricks maken. Eigenlijk zou ik gewoon die chest moeten verslopen, hè. Nou, meer gaat er niet in, hoor. Oh, wacht hier, hey. Ja, dit heb ik geen effect. Dat vind ik gewoon erg raar. Het shift zou dan gewoon er ook moeten werken. Pressure plates, nou zoveel pressure plates wil ik niet maken, in ieder geval voorlopig. Want daar zou ik ook gewoon niks aan hebben. Lolololololol. Snelste manier om stone bricks te maken. Ah, je wil echt niet weten hoeveel stenen, hoeveel pickaxes, hoeveel kool hiermee is, hoeveel ik daarvan heb gebruikt. En hoeveel tijd ik erin heb gestoken, hoor. Ongelooflijk veel. En dat... Oh, wacht, ik kan er nog meer maken. Ik werk gewoon even met stacks, dat is gewoon even het makkelijkst. Blijven er twee over. Maar dat is niet mooi. En dan kan ik terug de chest in. La 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 la. Jij nog? Jij nog? Dat zijn er vier. Maar niet een hele stack nog. Oh wacht, dat was ik net aan het maken, hè, nog. Misschien heb ik dan wel genoeg. Auw. Zat. Oh, druk ik weer op shift, hè. Ik vind gewoon dat ze dat nou moeten maken. Maar ik denk dat ik hier alweer... En toen zijn we aan het schuif vol. Maar ja, zoals ik al zei, ik neem het op een SSD. En dan wil ik jullie gewoon in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet hebben smaak doen te abonneren. En ja, vergeet vooral niet de comment achter te laten. Van wat je precies... Of je echt een specifiek onderwerp wil tijdens gewoon een Minecraft video. Gewoon waar ik over kan ouwe hoeren, weet je. Of gewoon over nieuws of iets in die richting. Of ja, of ik ga het gewoon... is dat een zombie? Nee. Ja, of je geen specifiek onderwerp wil. Gewoon dus gewoon van alles wat. En gewoon, ik zie wel waar ik het over heb. Wat ik trouwens nou ook gewoon heb gedaan. Maar dan, ik zeg gewoon, doe dat. Vergeet ook niet even de duimpjes omhoog te doen. Toevoegen in je favoriete delen op social media. En dan zeg ik, laters.